is de derde dag alweer van de Vierdaagse. Dus we zijn in Maalden. Of nou ja, hier zijn nu de eerste wandelaars voorbij gekomen. En die hebben er al 10 kilometer op zitten. Ik ben heel erg benieuwd hoe het ze hun derde dag vergaat. Eerste 10 kilometer zit erop. Hoe is het tot nu toe gegaan? Prima. Ja hoor, een beetje last van de onderbenen, maar verder gaat goed. Nou, wat staan jullie er lekker positief in en ook zo lekker nuchter. Goed getraind en feestje. De eerste kilometer ging verrassend snel. Ja. We zitten alweer op 1/4 van vandaag. Ja, maar ook op pijn. Het gaat. Ja. Vertel eens, wat zijn de... Ik heb mijn enkel. Maar ik heb dus heel lieve vriendinnen, die lopen hiervoor en hiernaast. Zij komt uit de kroeg en zij gaat meelopen vandaag. Oh nee, dat meen je niet. Je hebt gewoon gefeest en ben je meteen doorgegaan of heb je nog even geslapen? Nee, ik heb gewoon meteen door. Oh, jij bent... Ik dacht, als zij kan lopen zonder slaap, dan moet ik het vandaag ook wel halen, toch? Nou ja, dat denk ik wel. Ook wel pijn. Vertel eens, wat voel je dan? Waar heb je pijn? Mijn voeten doen echt wel pijn. De onderkant, als je benen in slaap vallen, dan... En daarna wordt ze weer wakker, dan gaat het eerst zo tintelen. En daarna is er zo'n half slaapgevoel, weet je wel? Mm-hmm. Dat gevoel. Oh, dat is waar. Jullie liggen er zo lekker bij. Ja. Hey, kunnen jullie iets vertellen? Want oké, ik zie jullie hier lekker met de voetjes omhoog op een bankje. Vertel eens, waar is dit nou goed voor? Een beetje ontspannen. Even de bloedsomloop. Eventjes dat het bloed gewoon eventjes lekker naar beneden weer. Ja, opgezette voeten en een beetje... Zwaartekracht zijn werk laten doen. Wat was het voor warme ontmoeting? Jij bent thuis, zeg je? Ik ben thuis, ik woon hier. Kijk, en dat is mijn kleinzoon. Ach, wat heerlijk. Dus die ga je even lekker knuffelen. Die ga ik even knuffelen. En dan ga ik even een broodje bakken. En dan door. Hey, hoe staat het ermee voor? Ja, prima. Ja, want jij ziet er nog hartstikke fris uit. Ja, dat is 10 kilometer pas. Maar... Nee. Gaat allemaal prima. Lekker. Hoeveel keer is het? 60. Hey, ja, ga heel snel naar deze. Ga lekker heel snel jouw kleinzoon even knuffelen. Ja, heerlijk. Hey, succes. Dames, dan zien jullie er geweldig uit. Dankjewel. Hey, en jullie hebben een prachtige hoed op met allemaal veren, paars, oranje. Hoe komen jullie hieraan? Dat is eigenlijk met de jaren ontstaan. Het begon met een hoedje en toen wilden we het nog wat vrolijker maken. Dus, en dan komt er een shirtje bij en een boaatje erop. Dus jullie zijn ervaren wandelaars, want jullie zeggen ieder jaar helemaal mee. Hey, ik mee. 50 kilometer. 50 kilometer, we liggen een beetje achter op schema. Oh, dus ik moet eigenlijk een beetje door? Het voordeel is straks, komt de splitsing en dan gaan wij als een speer. Maar hoe kan het dat je achter op schema loopt? Ben je dan te laat begonnen? Heb je te veel gerust? Mijn zoon is verder, die is militair. Dus je had even wat fysieke problemen. Dus helaas, de uitrusting van ons Nederlands leger is dan niet helemaal geschikt voor dit soort wandelingen. Toch nog niet? Ja, toch nog niet. Maar die doen het op karakter. Net als champagne. Maar jullie slapen dus in tenten? Ja. Nou echt, dat vind ik zo bizar dat je dan en zoveel loopt en dan slaap je ook nog 's nachts in een tent. Hoe doe je dat? Veel dekens meenemen op de grond, een matje. En dan zelf het koken, natje en droogje. Proberen. Kamperen, lopen. Ingewikkeld. Nou ja, maar dat is echt voor overlevers, toch? Nou, mannen. Jij kan het ook. Heel veel succes! Van waar hebben jullie dan met elkaar bedacht? Wij gaan meelopen met de Vierdaagse. Hoe komt zoiets? Leuk. Ja, we waren begonnen aan de Pieterpad. En toen zeiden we de eerste 3 dagen: zeiden we, nou, iedereen die meeloopt met de Vierdaagse is knettergek. Maar op dag 4 zeiden we, ja, het is toch wel leuk. Want dan staan er mensen langs de kant. Dus toen is het een beetje begonnen en daarna zijn we het Pieterpad verder gaan lopen. En toch maar ingeschreven voor de Vierdaagse. Hey, en nu hebben jullie bijna 3 dagen, of nog niet 3 dagen erop zitten, maar 3e dag was begonnen. Hoe hebben jullie het ervaren? Spijt van of denk je van, ja, dit was echt... Nou, gisteren was echt superleuk, maar dinsdag was echt heel saai. Oh ja? Ja. En hoe komt dat dan? Ja, geen idee. Was wel andere muziek. De loper staat nog niet helemaal in de sfeer, denk ik. Maar zo hebben wij het ervaren. Geen idee of het de rest het ook heeft, maar... Gisteren was wel echt een feest. Dat is de therapeut die ons hydrotherapie geeft in de Maartenskliniek. En die loopt ook mee. En mijn achterbuurvrouw loopt mee. En de achterbuurvrouw. En hydrotherapie geeft u aan? En dat is iets wat... therapie voor reuma-patiënten. Voor reuma-patiënten. Want u heeft zelf ook reuma? Jazeker, ja. En dat is dan natuurlijk ook wel een heel belangrijk persoon, denk ik, voor jou. En of hoe... Ja, ze is... Ja, we kennen haar al heel lang. Want Marianne is wel heel belangrijk. Ja, is ook al heel lang een bekende van mij, ja. Hey, meneer, de schoentjes even uit en een natje en een droogje. Ja. Hoe, want u zit hier even op de grond. U hebt even de schoenen uitgedaan. Zit hier lekker met een cakeje en een kopje koffie. Hoe gaat het ermee? Bij mij gaat het goed of zo, ja. Ja? Ja, we zijn net begonnen, hè? Ja, maar is het dan wel handig om dan nu al de schoenen uit te doen? Anders krijg ik warme voeten.
En is het dan zo dat je dan iedere 10 kilometer even de schoenen uitdoet? Of, Nou, dat hangt af van de rest of zo een rustpauze nodig hebt. Maar in principe is het om de 10 kilometer, ja. En het is niet zo, want ik heb dan net eens begrepen, dan heb je de schoenen uit en dan krijg je ze bijna niet meer aan, dan worden ze juist een beetje dik. Nee, er zit ruimte genoeg in, dus... Maar ik heb er last van, hoor, nee. Hey, heel veel succes nog, maar volgens mij gaat het bij jou helemaal goed komen. Ja, denk ik wel. Nou, kom maar even bij. Ik zie dat u loopt voor Alzheimer. Ja, klopt. Ja. Vertel eens, waarom is het zo belangrijk om daarvoor te lopen? Ja, het is natuurlijk een ziekte. 1 op 5 mensen raakt het. 1 op 3 vrouwen, steeds jonger. En ik heb van dichtbij meegemaakt. Mijn moeder is dan overleden. Ik heb het hele traject meegemaakt, ook cursus voor gevolgd om mee om te gaan. Want dat weet ik natuurlijk ook nog niet. Dus dat, dat is een bijzondere ervaring. En ja, ik denk, ik ga ervoor lopen. Ja, heel als goed. U nou eens kunt bedenken, hoe zou uw moeder het vinden als ze misschien nu had gezien van, hè, dat u hiervoor loopt? Hoe? Ik had een hele lieve Indonesische moeder die zou denken, onderweg goed om jezelf denken en goed eten. Ja, mijn moeder vroeg nooit van, hoe is het met je? Nee, heb je al gegeten? Heb je al gegeten? Ja. Oh ja, nou, goed eten dan, hè? Ja, okay. Hey, dag! Okay.